zijn heel veel dingen waar mensen bang voor zijn. En ik ben achter de grootste angsten van mijn vrienden gekomen. Waar zijn jullie nou echt bang voor? Sowieso, Klaas. Dit is echt een van de engste dingen die ik ooit heb gedaan. Een afgrond in van een kilometer. Deze berg is zo heftig. Waar doe ik aan mee? Nee. Doe iets mooi. Ja, wacht. Help. Dit is oprecht het engste wat ik ooit heb gedaan. En ik weet dat Floris dus extreem bang is voor honden. Ja, of honden of zo. Die is juist grappig. Dus heb ik een volledige nepvideo bedacht waarvan Floris denkt dat we gaan testen hoeveel pijn paintballen doet als je een pak draagt. Maar wat Floris dus niet weet is dat er zometeen uit het niets een hond op hem afgerend gaat komen. Ik vertrouw hier echt geen reet van. Waarom heb ik ook zo'n groot pak aan? Ja, Floris, jij staat goed. Ik ga even het paintballgeweer halen. Yo! Ik vertrouw er echt geen reet van. Oké, we zijn ready. Laat de hond maar komen. Ik snap er echt... Oh mijn god. Is dat een hond? De jongen is als een dood voor hond. Help! En er komt onder, Kom hier! Hoi Floris! Alles goed? Ja! Weet je nog dat gesprek dat we laatst hadden over angst? Ach nee! Jij zei dat je bang was voor honden! Ik moest al zo'n pak aan, ik dacht dat is het voor pak! Maar in ieder geval Floris... Oh. Maar Floris, dan heb je in ieder geval ronde 1 overleefd. Ronde 1? Ronde 1. Want in het totaal heb ik 4 rondes voorbereid die steeds enger gaan worden. En als ze het tot het einde redden, winnen ze 1000 euro. Floris is dus niet de enige persoon die we bang gaan maken. We pakken ze allemaal. En de volgende is Charlotte en daarvoor ga jij me helpen. Ik heb begrepen dat ze bang is voor kleine beestjes, dus daarom heb ik deze vrienden meegenomen. Gadverdamme, deze dingen zijn echt heel smerig. Ik heb Charlotte gevraagd of ze kan helpen met het filmen van een nieuwe video. Dus heb ik overal camera's opgehangen. Kun je even in het midden gaan staan? Precies in het midden. Blijf zo staan, ja? Oké, je mag niet verplaatsen, ja? Van. Wat doe je? Dat vind ik echt goor! Je bent gewoon niet weggerend. Nee, maar wat moet ik doen? Nu moeten we dus alleen nog maar Mark en Suzy. Dus Charlotte, wil jij ons helpen? Ja, zeker. Hey, welkom bij de team, welkom! Ga ze pakken. Ja, zeker. Het enige probleem is dat Mark bijna nergens bang voor is. Ik denk echt dat ik nergens bang voor ben. Bah! Nee. Dus daarom heb ik voor zijn eerste angst iets heel extreems geregeld. We gaan doen alsof Mark overvallen wordt. Oh jeetje. Nee, hoe ga je dat nou weer doen? Het plan is om hem de hele tijd te achtervolgen met een auto. En als we dan uiteindelijk stoppen op onze locatie, stappen er 3 gasten uit die op ons afgerend komen. Maar we beginnen in de auto. Hè Mark? Ja, ik heb er zin in. Ja? Ja, nee, natuurlijk niet. Want ook Mark denkt hier dat we een andere video gaan filmen. Nou, ik ben echt onwijs benieuwd waar we gedropt gaan worden. Hij is er bijna. Ga je pakken, Mark. Ik neem nog wel een slok van mijn koffie, want als ik te veel koffie neem, moet ik schijten. Okay, de reis achteraan. Kom op, daar zijn ze. Go, go, go. Ja, we worden achtervolgd door een auto. We zijn nog steeds achter ons. Is dit dezelfde? Ja. Nee. Oh mijn god. Ik vind het spannend. Oh. Ah, hier is het. Grappig. Hey, dit ken ik. Hier ben ik wel eens meer geweest. Hè? Ja. Kijk, okay, niet go, go, go. Dat is nog steeds die auto, volgens mij. Oh, what the fuck? Gaat er shit. Nee. Ja, werkt je rustig aan. Nee. Dat is heel grappig. Nee. Kom. Doe het niet. Doe het niet. Heb voor die camera. Ze gaan weg. Holy shit. Ik weet gewoon niet hoe of wat. Pim ligt hier op de grond. Hoi Mark. Wat vond je ervan? Ja, leuk. Hier is Floris. Hey. Oprecht, hij heeft wel zijn angst overwonnen. Hij bleef heel goed rustig. Oh, ja. Dit is dus de angste video. Ja, daar ben ik nu wel achter. En ik denk dat we met z'n allen Suzy's angst wel weten. Sowieso clowns. Dus heb ik Floris en Mark omgetoverd tot clowns. Suzy gaat zich echt doodschrikken. Wij zitten nu voor de studio in een bus en ik heb Suzy hier met een smoesje heen kunnen krijgen. De clowns zitten ook al klaar. En besef even hè, dat dit pas haar eerste angst is. Oh, ik kon niet weten wat er nog meer komt. Oh ja, daar komt ze. De spanning is gewoon heel hoog. Ze mag echt niks door hebben. Het is echt dood. Oh. Ze staat nu gewoon letterlijk naast mij. Oh, mijn zusje. Sorry, zusje. Wat doe jij? Ah, dat is echt zo. Oh, daar gaat ze. Oh, ze kijkt. Oh, mijn god, is ook door. Wat gaat ze doen? Oh, ze gaat weg, zie je dat? Ja, ze gaat weglopen, zie je dat? Oké, we gaan. Hoi. Was je bang?
Ik vind jullie zo gek. Wat is dit dan, een kut video? Ik wist dat clowns één van jouw angsten was. Ja, wel als hij zo in het donker aan kan lopen. Ja. Jezus, Mina. Oké, jongens, jullie hebben allemaal de eerste ronde overleefd. Dus dat betekent dat jullie allemaal kans gaan maken op 1000 euro. Zijn jullie klaar voor de tweede ronde? Nee. Ja, nee. Nee, dit was al zo extreem. En het gaat alleen nog maar erger worden, want nu we bij ronde 2 zijn aangekomen, is het als eerste beurt aan Floris. En hiervoor heb ik dus een heel klaslokaal vol met mensen geregeld. Ik weet dat je erg bang bent om voor grote groepen te presenteren. Dus daarom heb ik gisteravond een hele presentatie gemaakt die jij voor de klas moet gaan presenteren. Hallo. Oké, en als Floris dus de hele presentatie afmaakt, is hij door naar de volgende ronde. Ik denk dat dat wel lastig gaat worden. En omdat het pas de eerste keer is dat Floris deze presentatie ziet, heeft hij nog geen flauw idee waar hij over moet gaan praten. Hij gaat over Floris Mulders. Ook gemaakt door Floris Mulders, dat ben ik. En er komen nog hele heftige slides aan. Voorstellen. Huh? Floris Florentius Eduardus Johannes Mulders. Noodnaam. Hobbies. Ja, Lego. Ik hou van Lego. Hij lijkt er echt op een stam om te zeggen. Voor de slide. Mensen die ik niet zo leuk vind. Doelen. Ik wil dus heel graag nog met Gerard Joling knuffelen. Ja, dat snap ik. En natuurlijk ook 6 miljoen abonnees halen. Waarom 6 miljoen? 6 is trouwens ook mijn lievelingsgetal, denk ik nu. Volgende dia. Lievelingsdingen. Mission failed. Hé, dat zei je net niet, hè? Een quote. Oeh, deze is... Nou, dadelijk komt er dus een quote van mij, die ik ooit heb gezegd. Het gaat niet om het aantal abonnees, maar... Ja, dat ga ik niet zeggen. Hij gaat weg. Hij stopt. Hij doet het niet. Oeh. Hij zei het niet. Floris! Dit kan ik toch niet doen. Floris, je ligt eruit. Jij hebt gewoon een vervelende presentatie gemaakt. Nu lig ik eruit omdat jij een vervelende presentatie hebt gemaakt. Sorry. Dat hij al in de tweede ronde afvalt. Dan ben je wel echt heel slecht. Ja. Dus nu dat Floris af is, moet hij Suzy meenemen naar New York om daar haar angst te gaan doen. Terwijl ik met Mark en Charlotte meteen naar Oostenrijk ga. Hey, ik ben heel erg bang. Ik weet niet wat er gaat komen. Ik heb al zoveel dingen in mijn hoofd bedacht, dus ik weet echt niet wat het nu kan zijn. Moet lopen. De ABN-2-park was dat. Zipline? Moet ik dat doen? Ah nee, dat durf ik echt niet. En ze had het nog goed geraden ook, want voor haar angst moet je vanaf bijna 2 kilometer hoogte met een zipline naar beneden gaan. Oh. Grappig, heb je je angst gehaald. Oh, dat is echt heel eng. Oh, ik ben echt heel benieuwd wat voor angst ik in New York moet gaan doen. Sam dacht dat jij wel een beetje bang voor hoogtes was, dus je moet aan dit gebouw gaan hangen. Oh mijn god, moet ik daaraan gaan hangen? Ja, dus gaan we naar boven. Suzy moet dus letterlijk aan de top van een wolkenkrabber in New York gaan hangen. Aan dit, dat is letterlijk aan de top. Ik heb er wel zin in. Jij ligt er al uit, Floris, hou je mond. Ja, gelukkig, als ik dit moet gaan doen. Dan gaan we dus nu met de bus bijna 2 kilometer naar boven toe. Durf je nog? Nee, ik durf het net ook al niet. Dus stappen we de bus in, Charlotte vindt het spannend. Rijden we 2 kilometer omhoog, Charlotte vindt het nog steeds spannend. Dit is heel eng. Dit is echt heel eng. Daar gaan we eerst. En moeten we onze spullen helemaal zelf aan gaan doen. Oké, dus als dit kapot gaat, dan zijn we dood. Ja, nou, het draadje is ook heel dik. Ik ben heel erg bang, maar we gaan het wel doen. Je moet het gewoon gaan doen, want als je het lukt, dan ben je door naar ronde 3. Ja, daar doe ik het voor. Nu is ze helemaal klaargemaakt en gaat haar angst beginnen. Eerst moet ze dus nog een trap oplopen recht langs het gebouw. En dat is ook al niet normaal eng. Zo eng. En dan moet je nog gaan hangen. Dit is echt een van de engste dingen die ik ooit heb gedaan. Ik ben echt blij als dit voorbij is. Ja, daar is ze. Besef dat ik zo meteen aan een gebouw van 300 meter moet gaan hangen. Wie heeft dit bedacht? Oh mijn god. Oh, dat ik hier sta, vind ik het zo eng. Dat is echt niet oké. Deze zipline is meer dan 2,5 kilometer lang. En we gaan tot wel 120 kilometer per uur. How many people have died? One a week, okay? Only one a week. Ze moet nou letterlijk naar voren gaan hangen. Oh mijn god. Volgens mij gaat ze het doen. Ja. En dit is echt, dit is niet normaal. Ik vind het al eng om zo hoog te staan. Laat staan daar boven. En dan te gaan hangen. Ze gaat het gewoon doen, daar is ze. Dit is echt eng wat ik ooit heb gedaan. Ik ben benieuwd wat er nog enger kan zijn dan dit. Enjoy the flight. 210. Oh, dit is zo eng. Echt een van de beste en de engste.
huilen voor dit veld hier. Dan ben je echt een mos dood. Hey, let's go. Ik ben door naar de volgende ronde. Nu kan ik echt alles aan. Je hebt het gehaald. Ja, en nu komt het enge nog. Maar nu eerst Mark zijn angst. En Mark moet iets heel extreems gaan doen. Hij moet namelijk over de engste ladder ter wereld gaan lopen. Namelijk de Stairway to Heaven. En die is helemaal daarboven. Wojo. Kom, we gaan. We hebben wel een gids geregeld trouwens. Kom. Oh. We are going up by the cable car. We have to pass the small vulnerability to the ladder. Maar blijkbaar om bij die trap te komen moet je dus de hele berg beklimmen. We zitten alleen vast aan een paar metalen dingen in de berg en moeten echt klimmen langs hele hoge afgronden. Ik durf echt niet meer naar beneden te kijken, dat is echt niet normaal. Ik durf... God, nee, ik zeg niks. Ik wilde naar beneden kijken. Oh mijn god, Sam, we moeten hier recht omhoog. Kijk dit, hij is al boven. Ik had niet verwacht dat dit zo extreem zou zijn. Op dit moment voelde het echt alsof we ons leven op het spel aan het zetten zijn voor deze video. Do you think he's going to make it? I think it's possible for you. It's a little bit wobbling, but it's normally no problem. You will make it. Het bleek ook nog eens dat letterlijk een week geleden een man ongezekerd de ladder opging en naar beneden gevallen was. Maar gelukkig zijn wij wel gezekerd. Deze berg is zo heftig, maar ik kan ook niet meer. Dat kan ik je ook verzekeren. En dan eindelijk, na 5 uur klimmen, waren we er dan eindelijk. De Stairway to Heaven. Een 40 meter lange ladder tussen twee bergen met een afgrond van 500 meter onder je. Nee, dit naar beneden is al een hel. Oh, wat is hier val? Zeg dat dan zo even, dan ben ik wat verder weg. Mark, als je deze redt, ben je een stapje dichter bij de 1000 euro, hè? Maar het zal met deze wel weer nog erger worden. Dat klopt zeker. Waar doe ik aan mee? Mark, ga je? Ja, ik ga. Dus ik doe mee. Holy shit. Dit ding gaat ook alle kanten op heen en weer, doordat ik zo aan het trillen ben. Dit is echt oprecht een van de ziekste dingen die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik vind dit zo onwijs eng. Die trap gaat alle kanten op. Ik heb het idee dat die trap omvalt en dat ik dan hang, zeg maar. I have poepoe in mijn broekoe. Dit gaat alle kanten op. Ik ben zo blij dat het klaar is. Mijn hartslag. Lekker Mark, bijna. Kijk hoe ik beweeg. Twee stappen en dan heb je hem. Ja! Ja! Lekker. Je hebt gewoon gehaald, gast. Mark, ik ga naar beneden. Succes. Sam, niet achterlaten. Kom hierheen. Op naar ronde 3. Dus zijn we met z'n allen weer bij elkaar gekomen in Duitsland. Omdat hier iets staat waar iedereen bang voor is. Jullie hebben geen idee waarom jullie hier gekomen zijn, hè? Nee, dat klopt. En ik wil naar huis. Jullie moeten gaan overnachten in dit bespookte kasteel. Nee, is het bespookt? Ook geef ik ze nog een geestmeter mee waar ze niet zo blij mee zijn. Maar toen ik een paar verhalen ging vertellen over het kasteel, begonnen ze wel heel bang te worden. Nee. Echt heel goed. Oké, maar ik vind het nu dus, door Charlotte vind ik het nog enger worden, zeg maar. Nee, maar kom op, dit kun jij. Maar nu werd het toch echt tijd om naar binnen te gaan. Oeh! Holy... Oh. En ze moeten hier gewoon tot zonsopgang blijven. Hey, dat is jouw kamer. Van mij. Dat is echt nog 10 uur. Kan je niet maken. Dat kan ik zeker wel. Hé, hey, hier is een briefje gevallen. Mark is hier. Holy shit. Heb ik de zolder? De zolder zijn eigenlijk altijd de engste verhalen. Ja, of de kelder. Zit jij in de kelder? Nee, ik ga niet de kelder. Ik hoop echt dat we met deze angst 1 iemand eruit kunnen gaan krijgen. Moet haast wel. Wie denk jij? Charlotte. Ja, maar ik ging jouw kamer. Harold. Ik denk het eigenlijk ook. Oh nee, daar is mijn kamer. Echt? Oh, hou je... Nee, ik vind het echt... Gelijk een ziekte. Waarom heb ik de engste kamer? Nou, succes vannacht. Nee. Box. Oh, verlaat me niet, jongens. Nee. Wie heeft dit bedacht? Het is echt heel luguber gewoon. En nu ga je ook rondkijken en dan denk je sowieso dat je dingen ziet. Op dit moment zou ik liever op school zitten dan dit doen. En ik haat school. Kijk ook hoe die zolder hier eruit ziet. Hier zo boeken. Er staat daar iets van een oude plasemmer of zo in de hoek. Ik heb zulke stoere kruisjes, maar ik durf echt helemaal niks. Ik zit echt in mijn broek te kakken en in mijn plassen. Het zou niet eng moeten zijn. Ze hebben ook allemaal een metertje meegekregen. Met als er een entiteit in de buurt komt, het lampje rood gaat knipperen. Kijk, het is nu nog vrij rustig. En als er dan iets voorkomt, het is niet... Is er hier iemand in deze kamer? Loopt het apparaat niet? Hallo? Hallo? Als dat ding rood knipt, dan denk ik dat ik iemand gillend naar buiten kom, gast. Wat? Nee. Uit. Ik ben wel blij dat ik al afgevallen ben. Dan hoef ik nu in ieder geval niet meer mee te doen. Ja, Floris, 1 ding had ik je nog niet verteld. Ik kan namelijk even naar binnen gaan om ze bang te maken. En dan moet jij mijn cameraman zijn.
Huh? Het licht gaat er aan, ouwe. Waarschijnlijk is het heel eng, maar misschien valt het allemaal wel mee. Ik denk het niet. Wel goed filmen, hè. Ook al is het, ik doe mijn best. Veel, veel, veel wel eng. Gast. Het is echt zo creepy. Ik heb heel altijd het idee dat ik iets omhoog hou. Ik heb zo erg. Ik hoor iets. What the fuck? Ik hoorde keihard een deur. Ik hoor iets. Hallo? Ik ga die auto en ik ga er niet meer uit. Ik zweer het, ik blijf erin. Het begint nu al heel laat te worden, maar niemand durft te slapen omdat ze allemaal niet normaal bang zijn. Ik zit hier nu al een tijdje en ik weet niet eens hoe laat het is en of Mark en Charlotte er nog zijn. Heb ik hier zin in? Nee. Oh, ik word gek. Ga ik veel slapen? Nee. Ik weet niet of ik dit überhaupt ga volhouden. Is hier echt... Oh, dat doe ik mezelf aan. Het is normaal, want het voelt gewoon alsof je hier niet alleen bent. We staan nu op het punt om weg te gaan. Sam, wat heb je ons aangedaan? Goedemorgen. Ik haat jou. En waar is Suzie? Oh my god, want hij was letterlijk op rood. Hij was letterlijk op rood. Ik kan hier niet blijven. Ik kan hier serieus niet blijven. Gast, dat is Suzie. Ze zijn na drie rondes, ja. Liggen er gewoon uit. Geen €1000 of ja. Ik werd echt gek daar binnen. Hey! Ben je eruit? Ben je eruit? Hoe ben jij eruit? Ik had eerder gedacht dat Charlotte eruit zou zijn. Dus dat betekent dat jullie in de finale staan en daarvoor gaan we naar Zuid-Afrika. Hè? Wow. En daar moeten jullie je grootste angst onder ogen gaan komen. Dat is vet. Nee, jullie niet. Oh. Ja, nee, we zijn af. Geef maar de camera hier. We gaan. Doei. Doei. Geef je één keer even. Hey, pak hem voor eens. En het allerleukste is dat alle verhalen niet eens kloppen en ze dus voor niks bang geweest zijn. Maar waar ze wel bang voor moeten zijn is de laatste ronde waarvoor we nu helemaal naar Zuid-Afrika vliegen. Nou, we zijn er eindelijk. Zuid-Afrika. Ja, leuk. En die gaan jullie de finale spelen. Minder leuk. Maar ja, zij gaat sowieso huilen. Dat deed ze bij dat spookhuis ook. Mark, ga jij eens even lekker filmen. Want als maar één van jullie de laatste ronde doorkomt, wint diegene €1000. Maar als jullie het allebei halen, moeten jullie het geld dus gaan delen. Ik haal hem wel, ja. Ik ook hoor. Dus voor Charlotte, haar allergrootste angst, wordt ze geblinddoekt meegenomen in de auto. Over 3 minuutjes zijn we er. We zijn zo dichtbij. Ik zie het op het kaartje waar we heen gaan en ik schijt hem ook in mijn broek. Heel de video hebben we naartoe geleefd naar dit moment, hè Charlotte. Jouw allergrootste angst. En ik vond alle andere angsten ook al heel erg eng. En we gaan zo meteen met de lift helemaal omhoog. En dan moet jij van de tafelberg gaan abseilen. Oh, ik moet hier even over nadenken. Voel je al wat traantjes opkomen? Ja. En dat is niet zomaar abseilen, want de tafelberg is meer dan 1 kilometer hoog. En Charlotte vindt hoogtes echt verschrikkelijk. Ik vind het voor mij oprecht echt doodeng. Nu werden we klaargemaakt en is het eindelijk zover. Oh my god. Oh, het is echt niet normaal, gast. Ik vind het ook heel eng en ik hoef alleen te filmen. Besef je ook dat als je dit gedaan hebt, dat je de €500 hebt? Oh ja. Hi, beter. Charlotte, daar ga je. Oh, ik voel me echt koud. Is dit het al? Nee, nu moeten we nog het hoogste stuk afgaan. Die gaan we naar beneden. Oh! Wow! Mijn god. Ik vertrouw de touw ook gewoon volledig. Eén iemand heeft maar een schaartje, ik pak en doet en ik lig. Waarom laat je me dit aan doen? €1000, Charlotte, doe het ervoor. Dit is echt het engste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. How do you think she do it? Amazing, guys. Kijk, een afgrond in van 1 kilometer. Voor mijn huis. Het engste aan dit is dat het voelt alsof je het helemaal zelf aan het doen bent. En dan komt er halverwege ook nog eens een verrassing aan. Oh mijn god, hier houdt het steen op, Charlotte. Hier moet je gaan hangen. Nee, dat kan niet. Nee! Nee! En om het nog wat enger te maken, ben ik alvast naar beneden gegaan. Kom op, Charlotte. Nee! Oh. Mijn god. En ook heel erg bedankt voor het bestellen van deze merchandise. Doordat jullie dat doen, kunnen wij nog vettere dingen maken. Goed zo, Charlotte. We zijn er bijna. Oh. En je kan nog steeds bestellen. www.kriekelshop.nl. Oh mijn god. Je hebt het wel gehaald, hè? Nu kan ik officieel zeggen dat ik nergens meer bang voor ben. Je hebt nou sowieso al €500. Hè? En als Mark de angst niet gaat doen, ben jij de 1000. Ik vind het zo jammer dat je niet hoeft te huilen. Okay. Jij gaat wel uit. En dan is het nu tijd voor de allerlaatste angst van de video. Namelijk die van Mark. En hij heeft echt nog totaal geen idee wat hem te wachten staat. We hebben angsten gedaan in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zuid-Afrika. Ik ben er na deze ook wel echt helemaal klaar mee.
Ik was er na de eerste dag al klaar mee. Ik schijt er wel een beetje, dat is niet normaal. En na inderdaad weken gefilmd te hebben voor deze video en 10 angsten gedaan te hebben, rijden we dan nu in Zuid-Afrika richting de grootste angst van Mark. Oh, er staat hier een bord, dan ga ik het zien. Nee, kijk. Bungee jumpen. Ja, dag. Mark, jij moet dus van de hoogste bungee jumpplek ter wereld af gaan springen. Hoger bestaat er gewoon zeg maar niet, hè? Ja, Mark moet van de hoogste bungee jumpplek ter wereld af gaan springen. Dat is van een brug tussen bergen in die 216 meter hoog is. You guys ready? Yes. Yes. You so lame. Ben je er klaar voor? Nee, natuurlijk niet. Ik scheid 7 kleuren. Yes, I see it, guys. At the beginning, scream like hell. Om bij de brug te komen, moeten we zelfs via een zipline gaan. Mark heeft gewoon 2 angsten. En zipline, wat mijn angst was, en bungee jumpen. Holy shit! Ik heb echt geen medelijden met hem. Een smal piepie in de broek. Yeah, man. Hey, hoe komt Charlotte hier? Hey, Mark. Ik schijt hem hier al van, dat is niet normaal. Ik zag zelfs een klein traantje. Ja, en een klein piepie, zoals ik net zei. Een bungee jumpplek. Ja. 216 meter hoog. De hoogste van de wereld. Aan een brug in Zuid-Afrika. Ga jij nou vanaf springen? Ja, en ik heb zeg maar al hoogtevrees als ik op de wc zit. Als ik zo naar de wc naar beneden kijk, denk ik al... Als dit lukt, moet jullie het geld verdelen. Doe dat maar niet, dan heb ik de 1000 euro. Kan zij niet weg? Moet je niet aan de zijkant gaan filmen? Ik kan wel een nieuwe onderbroek kopen, denk ik, van dat geld. Oké, jongens, je bent bijna aan de beurt. Let's go! En nu is het zover. Mark gaat gewoon op de rand van een brug staan. Ik weet niet of ik dit durf. Ik denk niet dat Mark het gaat doen. Ik ben bijna wel zeker. Want ik ben zo bang, hij zit helemaal te trillen. En weet je hoe schijt hoog dit is? De lobby hier dit is, daar gaat hij niet kijken, oké? Ik sta helemaal te shaken. Kom op, let's do it. Ik vind het zo eng. You got this, man. Oh, hij gaat. Don't worry, just move your feet. Try looking forward, don't look down. Ik denk echt dat het nergens komt. Deze berg is zo heftig. Doe het zelf aan. Ik vind dit zo onwijs eng. Onwijs eng. Onwijs eng. Onwijs eng. Onwijs eng. You got this. Onwijs eng. Nee, ik durf echt niet. Hij gaat het niet doen. Nee, hij gaat gewoon niet. Yeah! Hij gaat gewoon niet. Hij gaat gewoon niet. Lekker Charlotte, dat betekent dat je 1000 euro hebt. Let's go. Like, abonneer. Tot volgende keer. Yeah. Ah! Wow.